Hey, lieve kinderen. Wat leuk dat jullie kijken. Ik heb het gisteren al gezegd in de klas. Ik ga een video opnemen bij deze. Dit is hem voor jullie, waarin ik je huiswerk uitleg. Je huiswerk is voor de komende week om alvast een cadeautje te kopen voor Sinterklaas. Alle cadeautjes bij elkaar moeten ongeveer 5 euro zijn. Het mag ietsjes meer zijn, het mag ietsjes minder zijn. Dat is niet heel erg. Daarnaast ga je nadenken over een surprise. Op het loodje staat namelijk wat het kind wil hebben onderin. En daarboven staat wat het kind leuk vindt. Dus als je iemand hebt, dan ga ik kijken wat vindt hij of zij leuk. Als het goed is, staat er bij iedereen 3 dingen. Sommigen iets meer, maar altijd 3. Dan ga je eens nadenken over die 3 dingen. Stel dat er staat wandelen, buitenspelen en gamen. Dan ga je eens nadenken, oké, wat heb ik voor cadeautjes gekocht? Hoe groot is dat bij elkaar? Is dat zo'n klein gummetje? Dan kan ik een vrij kleine surprise maken. Heb ik bijvoorbeeld een voetbal gekocht? Ja, dan moet ik een iets grotere surprise maken. Wil die voetbal erin passen? Dus ga ik nadenken, oké, wat vindt diegene leuk? En wat kan ik dan maken? Wat kan ik maken? Want ik ben misschien heel handig met knutselen. En misschien niet. Als ik niet heel handig ben, dan ga ik dus ook geen surprise maken die veel te moeilijk is. Maar ik ga wel echt mijn best doen. Ik wil wel dat het een mooie surprise wordt. Want een mooie surprise hoeft niet heel moeilijk te zijn. En natuurlijk kan je papa en mama vragen om even te helpen. Ik ga komende week ook vragen of alles lukt. En als het niet lukt, dan ga ik je tips geven. Kan ik je misschien even iets e-mailen. Maar de bedoeling is echt dat jij het samen met papa of mama thuis gaat maken. Dit is de video. Ik zei al, ik wil elke week een video gaan maken waarin ik je huiswerk uitleg. Dit was nog een makkelijke. Ik hoop volgende week met monteren iets meer moeite en tijd. Maar ik was gisteren een beetje laat, dus ik had geen tijd meer. Sorry. Oeps. Fijn weekend, lieve kinderen. En tot dinsdag, want maandag ben je vrij. En dinsdag hebben we juf Jitske in de klas. Doei!